Welkom bij Rondje Parklaan. In deze serie praten we hierbij over alles rondom de aanleg van deze nieuwe weg. Met de Parklaan verbinden we de A12 met de N224 en zorgen we voor een betere verdeling van het verkeer in Ede. Wat eigenlijk betekent dat jij straks minder last hebt van drukte op de weg. Heel fijn natuurlijk, maar daarvoor moet er nog heel veel gebeuren. Nieuwe wegen worden aangelegd en bestaande wegen worden aangepakt. Ik neem je mee voor een kijkje op locatie. We staan hier aan de Edeseweg en zowel hier als aan de Bennekomseweg starten we volgende week met de werkzaamheden voor het Parklaanproject. En dat niet alleen, er worden ook leidingen en kabels verlegd en er wordt een riool vervangen. Nou, behoorlijk wat werk aan de winkel dus. Dus wat betekent dat nou voor jou als je met de auto of fiets hier langs moet? Vanuit Bennekom kan je straks meer dan een jaar niet over de Edeseweg en Bennekomseweg naar Ede toe. Nou, met je auto word je dan dus omgeleid via de Dr. Willem Dreeslaan. En als fietser moet je ook een klein stukje omfietsen. Wij zijn benieuwd. Weten de weggebruikers dit al? En wat betekent het eigenlijk voor hen? Weet u al dat de weg hier het komende jaar wordt afgesloten? Nee. Oh nee, dat weten wij niet. Nee. Weet u al dat de weg hier voor auto's het komende jaar wordt afgesloten? Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, het kan niet anders, hè? Onhandig, alhoewel ik wel heel veel fiets. En dan is het volgens mij wel open. Maar het lijkt mij, als je met de auto bent, vrij lastig, ja. En wat vindt u ervan? Ja. Nou, het zal alleen maar beter worden misschien, of niet? Dat hoop ik wel. Ik zie hier heel vaak enorme opstoppingen. Dus ik denk, jeetje, wat zal dat niet voor impact hebben voor die mensen die daar vandaan komen. Komt u daar wel eens langs? Elke dag. Elke dag? Oké. Dus dat gaat wel wat betekenen voor uw werk? Ja, want we moeten hier post brengen en aan de overkant. Ja. Hebben we een aantal adressen waar we de postbussen van leeg halen. Is niet plezierig, nee. Gaat u dan wat eerder van huis weg volgende week? Ja, dat weet ik niet. Dus ik weet niet, hoe het allemaal hier wordt afgesloten. Ik weet niet hoe en wat. En, ik ben benieuwd. Ja. Ik moet het eerst even ervaren en dan kunnen we dat te zeggen. Ja. Ik sta hier met omgevingsmanager Ilke. Ilke, wat is nou precies jouw rol als omgevingsmanager bij dit project? Ik ben eigenlijk het eerste aanspreekpunt voor de omgeving. Dus heb je een vraag voor het project, een persoonlijke vraag of je wil iets kwijt voor dit project, dan kan je mailen naar parklaan@ede.nl. En dan kom je met mij of met mijn collega Mark, ook omgevingsmanager, in contact. Ja, en automobilisten die gaan dus straks omrijden, hè, via de Dr. Willem Dreeslaan. Ja. Maar die weg die is al best wel druk. Dus ja. Wat ga je er nou aan doen om ervoor te zorgen dat dat niet helemaal dat je daar helemaal stil komt te staan straks? Ja, nou het klopt. Het is al druk en nu ga je nog meer verkeer op de omleidingsroutes sturen. In de berekeningen blijkt dat het ook inderdaad drukker wordt, maar niet te druk. En wat we ook zien is dat we op sommige stukken verwachten we bijvoorbeeld sluipverkeer. En dat willen we niet, want dat levert onveilige situaties op. Met name als je dat ook combineert met fietsers. Die moeten ook omfietsen. En daarom treffen we maatregelen. Wat we onder andere gaan doen is dat we een eenrichtingsverkeer instellen bij de Diedenweg. Zodat we daar een veilige situatie creëren. Ja. En kunnen we nou niet eerst een half jaar vanuit Bennekom de weg afsluiten en dan een half jaar vanuit Ede? Dat is toch veel eerlijker? Ja, dat is zeker eerlijker. En daar hebben we ook naar gekeken. En de impact is daarom ook extra groot, omdat er maar één rijrichting open blijft. We hebben verschillende scenario's ook bekeken en berekend. En met dat we dat hebben gedaan, zijn we ook in contact geweest met de nood- en de hulpdiensten. En wat cruciaal blijkt is dat de aanrijdtijden van Ede naar Bennekom toe gehaald moeten worden. En dat kan alleen als je die rijrichting openhoudt. En daar kunnen we ook niet, daar kunnen we geen concessies in doen. Dus dat betekent dat de hele periode van een jaar lang, van een ruim een jaar lang, dezelfde rijrichting van Ede naar Bennekom open blijft en de andere rijrichting afgesloten gaat worden. Wat gaan de mensen nou de komende tijd hier zien? Vanaf 16 januari wordt de weg dus in één rijrichting afgesloten. Vinden de verschillende voorbereidende werkzaamheden plaats. Denk aan het klaarleggen van de kabels en leidingen. Die moeten ook gelast worden op lokale plekken. Vervolgens vinden de boringen plaats onder de weg om de kabels en leidingen er doorheen te trekken.
Dat zijn werkzaamheden die je dus her en der op dit tracé kan zien. En dat zijn nog niet heel veel werkzaamheden, maar her en der werkzaamheden. Puur ter voorbereiding. En daarna begint Van Gelder ook met de riolering werkzaamheden een aantal weken daarna. En wat nog wel goed is om te melden, een slag om de arm. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden helaas nog niet plaatsvinden. Het betekent wel dat de weg al wel is afgesloten in één rijrichting. Hoop op mooi weer dus. Ja, eigenlijk wel. Oké, nou dankjewel en succes. Ja. Nou, dat was hem dan weer. Ons allereerste rondje Parklaan. Zoals je hoort gaat er heel veel gebeuren hier. En heeft dat ook gevolgen voor de weggebruikers. Volgende keer gaan we in op fietsverkeersveiligheid. Want hoe zorgen we er nou dat fietsers veilig van A naar B komen zonder al te veel extra reistijd? Heeft u nou een prangende vraag? Laat hem achter in de comments. En wilt u nu even rustig nalezen wat de omleidingen zijn? Ga naar parklaan.ede.nl/omleidingen.